Welkom, meneer Han Brummelman. In Haaksbergen wordt er morgen een monument onthuld. Ja. Waarom en waarvoor? Nou, waarom? Omdat uit het boek is gebleken dat er heel veel in Haaksbergen is gebeurd in de oorlog. Veel crashes zijn geweest. En dat er op de begraafplaats, eigenlijk de oorsprong, waren er 23 vliegers gelegen. Maar drie waren Amerikanen. Die zijn later opgegraven en naar Margraden gebracht. Ja, nou, dan hebben we het natuurlijk over dit boek. Door u geschreven, onder de vliegroute. Ja. We mogen wel zeggen dat Haaksbergen, maar natuurlijk ook dit hele gebied, zo echt onder de vliegroute lag. Ja, hè? Ja, geallieerden vlogen over hier richting het Roergebied. Ja. En daar heeft u een heel dik boek over geschreven. Maar waarom nou morgen dat monument? Nou ja, omdat eigenlijk toch gebleken is dat die graven, die zijn er wel op de begraafplaats. Maar heel veel mensen wisten dat niet eens. En dat vervaagt dan allemaal natuurlijk de geheugens. En dit heeft het opgefrist en zegt, ja, we hebben in Haaksbergen voor verschillende groepen eigenlijk een monument. Maar voor die groep niet. Nee. En toen hebben we gezegd, ja, nou goed, daar moeten we ook iets aan gaan doen. En toen heeft u ook uw eigen geheugen natuurlijk heel erg opgefrist in dit dikke boek. Ja. Want u bent 80 jaar oud en als ik dan even terugreken, was u dus 10 jaar toen de oorlog plaatsvond. Wat weet u nog? Ja, als je eigenlijk, je was natuurlijk vrij jong, maar ik weet nog op een gegeven moment dat we 's nachts wakker werden met enorme dreunen. En toen werden de eigenlijk opgeblazen de bruggen over het Twentekanaal. Ja. Door het Nederlandse leger, dat men daar dus niet kon opschieten. En we werden midden in de nacht wakker. Vader zegt allemaal eruit, want er is wat aan de hand. Die heeft de radio aangezet en die hoorde, Nederland is in oorlog. De Duitsers zijn Nederland binnengetrokken. Dus we moesten ons aankleden en weet ik allemaal veel. Ja. En toen hebben we op de hoek gestaan van de Eibergse straat, later op de morgen, en gezien dat er allemaal maar legers binnenkwamen van de Duitsers. Alhoewel, achteraf gezien vrij schamel, want we hadden allemaal paarden en wagens. En af toch en toe hing daar een kanon achter. Dus zo indrukwekkend was dat leger niet wat er binnen is. Voor een jongen van 10 jaar oud moet dat natuurlijk ook een hele bijzondere periode zijn geweest. We hebben ook een beeld van u als 10-jarig jongetje. Dat u met een Bruno Grafiek uit Berlijn loopt. Wie was Bruno Grafiek? Ja, wat zegt u dat was? Dat was een Duitse militair. Ja, die was bij ons eigen kwartier, zoals men zei. Dat moest je verplicht doen. En dat was Bruno Grafiek uit Berlijn. En dat jongetje wat achterloopt, dat kleintje ben ik. En die andere is mijn broer, Jan, die was 2 jaar ouder. Ja, u was best wel nieuwsgierig, hè? Ja, nee, dat mag ook wel zijn, dat weet ik wel. Maar kijk, het was natuurlijk, wij liepen achter die grote Duitser aan. Eigenlijk als klein kind, dat is echt onbegrijpelijk. Hè? Ja. Het was een beste man. Ik heb daar geen kwaad woord voor die man. Hij was vriendelijk. En op een gegeven moment vertrok hij, waren voor de officieren brakken gebouwd en die zijn daar ondergebracht in Sint-Isidorshoeven daar. Ja, dat waren luxe brakken voor die tijd. Dat was inderdaad een grote plek. Ja, en toen vertrok hij. Op een dag hoorde u ook dat er een vliegtuig was neergestort in de buurt van het Haaksbergse Veen. Ja. En toen dacht u met een jongetje, met uw vriendje, daar gaan we naartoe. Ja, die is om middernachtelijk uur daar neergekomen. Nou, dan mocht je natuurlijk niet naar het veen toe als klein jongetje. Maar 's morgens met vriend, het 1 of 2, ik weet het niet meer, zijn we gewoon naar het veen gefietst. En wow, dan ga ik dat vliegtuig zien. Want ja, grote bommenwerpen, wie had dat gezien? Niemand bijna. Dus, ja, een Halifax was het, hè? Een enorm groot vliegtuig. Ja, dat was een 4-motorig. En toen we daar aankwamen, toen bleek dat wij niet de enige waren. Er waren heel veel mensen die daar graag dat vliegtuig wilden zien. Alleen dat was net een stuk van de weg af in het bos neergekomen. En de Duitsers lieten je daar niet toe. En wat deed u? Maar wat ze wel gedaan hadden, was die 7 vliegers die erin zaten, die hadden ze aan de berm van de weg gelegd. Dus op een gegeven moment, we hadden niks in de gaten. Wat is daar nou? 7 dode mensen. Ja, dan ben je een klein jongetje. Je schrik je wezenloos. Ongelooflijk. Dat paniek. Op fietsje weer naar huis, want een paar nachten niet geslapen. Maar nu nog, na zoveel jaar, als ik even nadenk, ik zie ze zo liggen aan de kant van recht, die 7. Dat moet een hele heftige, diepe indruk hebben gemaakt op zo'n kleine jongen. Ja, zo heftig dat u er later ook in de zoektocht met dit boek bent achtergekomen dat een van die piloten, de meneer, Hopkins was een van de piloten die kennelijk op een schip ligt, daar ook natuurlijk. Maar meneer Hopkins, zijn vrouw, kreeg dezelfde nacht in Engeland een zoon. Terwijl meneer Hopkins die nacht gesneuveld is. En dat was zijn zoon John. En die hebben we opgespoord. En John die is morgen aanwezig bij een onthulling van het monument. Dat is toch bijzonder. Ja. Heeft u hem ooit ontmoet? Nee. Dat gaat zo gebeuren. Als ik na de uitzending ga ik naar Haaksbergen toe, want daar zijn ze ondergebracht. En daar probeer ik om hem voor de eerste keer te ontmoeten.
Want morgen wordt het natuurlijk erg druk. Dan kan ik even met hem praten en kennis maken. Ja, en wat gaat u dan tegen hem zeggen? Ja, eerst wie ik ben. We hebben vaak over de telefoon met elkaar gesproken, e-mails gewisseld. Dat ik blij ben dat ik hem mag treffen daar. Maar ik zit wel terug te denken dat het eigenlijk heel merkwaardig is dat je toen daar naar dat vliegtuig hebt gekeken en nu een zoon die nooit zijn vader heeft gezien, die staat daar in één keer. Wat moet je daar nou tegen zeggen? Ja. Moeilijk. Maar goed, ik moet kijken, ik moet improviseren hoe het gaat worden. Ja, kijken wat zijn wensen zijn. En dat zal best lukken hoor, daar ben ik niet zo bang voor. En zou het ook een wens kunnen zijn van hem om naar het Haaksbergse Veen te gaan en om te kijken waar het de plek was? Want u weet dat nog precies. Ja, ik ben er pas nog geweest op de crashplaats om te kijken, kan ik het weer vinden? Want er is een hoop in het veen veranderd, wegen verlegd. Maar iemand in de buurt die er woont, die wist me dat precies weer te vertellen. Dus als hij daarom vraagt, dan zal ik hem daar naartoe brengen. Ja.